Als een parel ben jij geboren, voor altijd zul je bij ons horen. Als een ster zul je stralend aan de hemel staan. Waarom moest je nu al van ons vandaan? Vrolijk en dapper liep je over het strand, met papa en mama veilig hand in hand. Deniek was nog geen 2 toen zij neuroblastoom kreeg. En dat zie je eigenlijk helemaal niet, want het uitzicht als een soort griep. In Groningen gelijk begonnen met de behandelingen. 7 kuren, waarvan 1 hele zware operatie gehad. Ging allemaal zeer voorspoedig. Het was het wondertje van Groningen. Ze ging lopend het ziekenhuis in. En ze kwam er lopend weer uit. Toen is het een half jaar goed gegaan. En we wisten van als ze terugkomt is het einde verhaal. Januari controle gehad. Niks aan de hand. Februari controle. Kunnen jullie even terugkomen? Want er zijn verdachte stoffen. Nou, dan weet je ongeveer hoe laat het is. Dan gaat nog een keer de wereld onder je vandaan. Ik denk dat haast nog harder binnenkwam als de eerste dat ze ziek is. Maar toen konden ze nog wat doen. Dus dan heb je nog enige hoop van, nou, het komt goed. Dat is erg zwaar. En dan zeg ik het netjes. Spelen in de duinen met je grote zus. Verwarde gevoelens. Een lach, een traan, een kus. We wisten, deze strijd gaan we niet winnen. Jou moeten loslaten, doet zo'n zeer van binnen. Tot het laatst was jij zo dapper, nooit klagen over pijn. Parel. Trots zullen wij voor altijd jouw oester zijn. Ik heb het liefst dat mensen mij niet begrijpen. Want dan hebben ze het niet meegemaakt. En dat zou ik heel mooi vinden. Dit is waarom ik meeloop met de Samenloop voor Hoop. Loop jij met me mee?